Bataille maakt zich vrij. Alderweireld trapt en hij scoort. Oh, wat een goal. Alderweireld scoort. Oelala, wat een trap. Uitgerekend Toby Alderweireld. Het kan toch niet mooier geschreven worden dan dat het Toby Alderweireld is die die bal met de verwoestende kracht in de bovenhoek jaagt. Wat een geweldige apotheose van deze titelstrijd. Wie kan dat nu geloven? Wie kan dit scenario schrijven? Uitgerekend Toby Alderweireld. Mannekes, welkom bij de Vierkante Paal, aflevering 272. Het begin van de intro, dat is ook het begin van deze Facebook Live. Dus merci iedereen om aanwezig te zijn. Ik weet niet meer hoeveel dat we ondertussen zijn, maar welkom alleszins aan... Met zeven, zijn wij dat? Of zijn er nog zeven kijkers ondertussen? Zijn wij. Oké, dus welkom Dirk, Duncan, Ziggy, Dylan, Geron en Robbe. Het is een specialeke vandaag. We gaan zowel de podcast opnemen als de Facebook Live. De podcast komt dan morgen. En vanavond gaan we het al eens even terugblikken over de voorbije dagen. Voor de mensen die het niet door hadden, het begin, de intro, was zogezegd een gedicht, maar dat is eigenlijk de commentaar van Peter van den Bemt op de goal van Toby Alderweireld. En Matthijs van Mierlo, dag Matthijs, heeft voorgesteld op Twitter om dat als gedicht ergens op de Bosuil te plaatsen. Wat mij betreft een goed idee. Vraag voor iedereen, hoe is het met jullie? Fantastisch. Goed. Fantastisch, ik zie... Nog niet geland. Ja, het is heavy geweest. Ik zal het reiken even voor mij afgaan. Dirk, hoe vermoeid, hoe blij, hoe uitgeput, hoe voelt je? Alles in het extreme. Extreem vermoeid. Extreem blij. Dat zal nog wel een paar dagen zo duren, denk ik, of zo blijven. Duncan, live vanuit Kroatië. Ja. Jij komt de stress niet meer aan en je bent gewoon op de vlieger gestapt? Of? Ik ben gevlucht, ja. Ik ben de maandag om om 4 uur moeten opstaan. Dus ik 3 slechte uren geslapen. En gisteren, dat ga ik niet schatten, maar... Ik ben zeer te man hier in Kroatië. Ziggy, jij zat op een roze wolk. Hoe is dat boven? Ook zonnig, zoals je kunt zien. Het straalt hier een beetje binnen. Ik ben wel nog ergens vergeten. Samen met mijn zonnebril. Dus ja. Helemaal prima. Gelukkig hebben we de mooiste stem van Vlaanderen en ver daarbuiten bij ons. Dylan van Rooy, hoe is het nu? De stem is wat minder. Ik ben vooral muug. Ik heb zo'n 2 waanzinnig fantastische dagen gehad, waarin dat ik alle emoties heb gevoeld die dat ik ooit nog kan kunnen voelen. Het vat van emoties is vandaag een beetje leeg, denk ik. Ik raakte niet op mijn woorden. Ik heb 4 uur geslapen, denk ik, op 2 nachten. Het is fantastisch. Het is een droom. Los dat ik niks voel en dat ik eigenlijk geen zinnig woord meer kan uitbrengen. Ik weet eigenlijk niet wat ik hier doe. Fantastisch. En dan gisteren was zo'n waanzinnig schone dag. En dan de 2 meest positieve mensen in de geschiedenis van de mensheid. We beginnen met Geron de Wulf. Geron, hoe is het met u? Cool. Dat is om 5 uur thuiskomen. En dan weten, ik heb nog 3 uur slaap, maar dan toch beslissen om dit te vullen met 2,5 uur beelden bekijken. En dan uw dag beginnen en dan denken, morgenavond moet ik vroeg slapen. En dan komt extra time en dan denk je van, ik kom ATV die live dingen ook nog eens bekijken. En dan dacht ik om 2 uur vannacht, ik wil de match ook nog een keer zien, volledig. En dan blijf ik bezig. En ik heb vanmiddag wel even een klopje gehad van een uurtje, maar dan wakker geworden en terug beelden beginnen bekijken. Dus ik ben nog niet uitgekeken. Robbe Sels, op 2 mei van dit jaar heb je voorspeld dat we kampioen gingen worden.
Eerste vraag, wat zijn de lottocijfers voor deze week? En tweede vraag, hoe is het bij u? Ik heb die vraag gisteren ook al gekregen. Ik zal die van de week doorsturen in de WhatsApp-groep. Ah, dat is heel goed, Michael. Hoe is het nu? Ik zit nog altijd op mijn roze wolk. Ik denk niet dat ik er snel vanaf kom. Dolgelukkig. Het schoonste wat een mens kan overkomen. Het schoonste verjaardag ooit, gisteren. Dus, een leuke verjaardag nog. De beste dag dat er is. Dankjewel, dankjewel. We zullen misschien even teruggaan naar de match van zondag. Wacht, ik ga even kijken. Robben en Ziggy waren de enige twee in Genk, dacht ik. Want de rest van de Charles hier heb ik in een Bosuil gezien. We zullen misschien daar beginnen. Ziggy is gewoon een t-shirt wissel trouwens. Ja, dat was toch nu, hè? Dat was toch even. sorry, hè. Ik ben van Lemberg. Je bent wat raar, hè. Hoe was die Genk, mannen? Ja, chic, hè. Ja, vertel. Hoe was de sfeer? Hoe was de rit bijvoorbeeld al? Was het, en normaal gezien is een busrit naar een away, dat is uitgelaten en dat is lawaaierig en dat is met een hoop pintjes en dat is stoppen en wat zeveren. Voelde nu toch op de bus van, het is geen rit zoals een ander? Het was voor mij wel gewoon een rit als een ander. Ik had er heel veel zin in. Dus iedereen had er heel veel zin in. De stress was ook wat gaan liggen tegenover de wedstrijd thuis, tegen Union. En ja, weet je, de laatste away van het jaar is altijd wel wat gelatener. Maar er stond nu wel veel meer op het spel, maar toch, iedereen keek er naar uit. Het was top. Koude pintjes aan boord. Het was een prachtige dag. Alle ingrediënten waren er om er een mooie dag van te maken. En ja, ik had er enorm veel zin in. Ja, Robbe, jij wist dat we gingen winnen, dus jij wordt waarschijnlijk ook heel relaxed. Ja, ik moet toch zeggen dat toen ik de bus opstapte, dat ik toch wel wat meer stress begon te krijgen. Vanaf dat we in het stadion waren, dan werd die stress alleen maar meer en meer. En op een bepaald moment was dat zelfs zo erg dat ik eigenlijk amper woorden eruit kreeg. Dat ik amper kon zingen. En normaal heb ik dat probleem helemaal niet. En ik denk toch een beetje door de stress een beetje overklast. Allee, over... Ja, overmand. Ja, overmand. Eigenlijk nadat we... toen we 1-0 achter kwamen, dan werd dat eigenlijk beter, omdat ik zo het gevoel had, die stress was precies ineens weg. Ook al moesten we er nog over gaan. Maar toen had ik precies zo even iets, een blok dat van mij viel. En dan kwam dat wel terug. Maar daarvoor had ik echt te veel stress voor een woord op mijn mond te krijgen. Ik heb gehuild bij de aanvang van de match. Ik heb veel gehuild, maar de eerste keer was dat tot een match startte. Was dat voor jullie ook zo, Dylan, Geron, Dirk en Duncan? Jullie waren ook in het stadion? Ja, ik heb na de match echt een kwartier gehuild, maar ook gelachen. Maar tegelijkertijd was het een beetje raar. Maar rondom mij was ook iedereen ontblijten en ontlachen en ontzot worden. Ik heb nog nooit zoveel mannen zien huilen. En voor de match ook al? Want ik had nee, was er één in het stadion ontschijnt, dat heb ik gehoord, die aan het huilen was. Dat ging rond, er is al één en blijter, dat moet jij dan zeggen. Maar dat ging rond. Ja, maar die spanning was mij echt te veel. Weet je, dat was al twee weken dat zo aan het golven was. En het was, ik was op. En het was daar eindelijk en ik kon dat niet tegenhouden. Was dat voor jullie, bijvoorbeeld Dylan, weet jij die match beleefd? Ik weet niet waarom, maar ik heb nog nooit zo ontspannen bij een wedstrijd gezeten als afgelopen zondag. Ik denk, oprecht. Allee. Gewoon op de vier, zonneknop op mijn gezicht, pintje aan het drinken. Na die onwaarschijnlijke ontgoocheling van vorige week, denk ik dat ik het gevoel had, ik kan niet nog harder teleurgesteld worden dan vorige week. Ik heb daar overleefd, laat maar komen, ik kan het wel hebben. Eigenlijk heel die wedstrijd zat ik achterover een beetje te marineren in het zonnetje, totdat Brugge scoorde. En toen was het terug de klik en ben ik terug ingeschakeld in waar ik vorige week ben afgestapt. Evenveel stress als tot aan het doelpunt van Union. Dat zetten ze ineens gewoon verder, want je denkt van nu moet het gebeuren. Ik denk dat we dat gevoel allemaal wel
wel herkennen. Toen dat, ja, ervoor, het geloof was er bij mij niet echt meer, hè, want Union op voorsprong, wij op achterstand, er moet toch wel al heel veel gebeuren. Ik was dan aan mijn vrouw aan het sturen van ja, het wordt niks, ik kan vroeg thuis zijn. En dan gebeurt het allemaal en dan zotke schot. En dan wel heel zenuwachtig. Dirk, ik heb u in de match gezien, tijdens de rust gezien. En toen had je ook waterige ogen. Ja, maar ik was, ik zeg niet optimistisch in de eerste helft, maar wel redelijk ontspannen. Totdat ik u tijdens de rust zag. En dan heb ik even de depressiefste 30 minuten uit mijn leven gehad. Ik wist dat ik al depressief kon zijn, maar als ik u tegenkwam, dan zat ik echt op min 10. Daar heb ik echt 30 minuten last van gehad in de tweede helft. Want, ja, het is echt voorbij. En ook al gezegd, nou, binnen 10 minuten zijn we weg, binnen 5 minuten zijn we weg. Maar toch, het volk rondom mij zei van, blijf nog even. En mag wel, ik had het waarschijnlijk niet doorgegaan, maar het begon terug positiever te worden. Naar het einde toe even dan een zware klop gekregen bij het tweede doelpunt van Genk. Maar dan was het weer even ontspannen. Het was best een beetje een rollercoaster. Het was van ontspannen naar depressief, naar heel optimistisch, naar terug depressief. Dus, we hebben zo wat van alles gehad en ik denk dat op het einde van de wedstrijd, als het afgefloten was, ook al mijn gezichtsuitdrukking was, dat is een beetje gelijk de Geron zegt, was wat huilen en lachen en verdriet en geluk en alles samen. Dus het was een spectaculaire combinatie. Ja. Duncan, jij bent ook lid van de gewezen Depressieve D's Club. We hebben die bij deze opgedoekt, want je wordt... Welkom, gasten, welkom. zat jij ook op zo'n rollercoaster van misschien, toch wel, toch niet? Ja, met, ik geloofde er eigenlijk niet meer in, na die 2-1. Zeker omdat je de heer Dirk P. tijdens de rust had horen zeggen dat wij nooit geen 2 goal meer maakten. Dus... Maar nee, ik heb stevig, ik heb heel de Scheldebeen gehaald, denk ik, na de match. Er zijn mensen die dat ik van haar naar plaam ken, die dat mij moeten komen op pieken van de grond. Dat is heel sympathiek. Het was speciaal. Ja. Ik ben wel heel jaloers op Ziggy en Robbe, want Gul heeft die goal live gezien. Ja, dat was een gek momentje. Dat was... Op dat scherm was het ook live? Ja, maar dat is toch niet hetzelfde, hè. Dat was een groot scherm, maar dat, ja, op de plek waar ik zit, op de 4, zit er zo schuin. Ik snap het wel. Hij snapte zo en dat soort toch, je ziet dat niet 100% kijken. Dat is een grapje, Bob. Ik weet het, maar... Dat is heel raar. Dat is even zo iedereen zijn adem dat in gehouden werd en dan een ontploffing van je welste. En dan is het even allemaal zwart geworden bij mij. Ik heb vooral Robben gezien op de beelden van de supporters. Ja, dat was pas na de wedstrijd, denk ik, dat ik in beeld ben geweest. Was het erna? Ja? Ja, dat was toen dat er afgesloten was. Want ik ben naar beneden gegaan na de goal pas. Dus ik denk dat ik er pas was in de 30 seconden voor aflaten. Met je sekkers. Ja. Was dat toen dat je mijn eerste kopstoot hebt gegeven? En, of had er toen al een paar gegeven? Dat was mijn eerste. Dat was uw eerste, ja. Van de week, ja. Hey, die goal, ik weet niet meer wie dat gevraagd heeft. Het was iemand op Twitter. Als je moet kiezen, de penalty van Geoff Heijremans of de goal van Alderweireld. Gewoon even, misschien nog niet waarom, maar even strijken en afgaan. Alderweireld. Ja. Alderweireld. Ziggy, is dat niet een beetje de kip of het ei? Nee, de kip of het ei. Zonder de goal van Geoff zou de goal van Alderweireld er nooit gekomen zijn. Dus. Nee, dat is waar. Maar gewoon het gevoel dat er op die moment bij u was. Goh.
Dan ga ik toch voor Geoffrey Heiremans gaan, omdat dat was de verlossing van... Allee, dat was de eerste stap naar de verlossing van die jaren miserie in tweede klas. Want het is daarom dat Calderweireld zegt, omdat het niet de eerste stap naar de verlossing was, maar dit was de... Ja, dit was het moment. Toen hij tegen goal viel, ja, dan wist je, we zijn kampioen. En toen Joff de penalty scoorde, dan wist je, we kunnen kampioen worden. Ik snap wat je wilt zeggen, maar het is daarom dat ik mijn keuze toch blijf verdedigen. Was zijn er hier fout of juiste antwoorden? Dat wist ik niet. Ik zal... Ja, die van mij, dat is die van de goal van Arthur Vermeer tegen Club Brugge. Echt? En is dat omdat dat tegen Brugge was, of is dat... Nee, maar ik heb gewoon het gevoel op die moment dat die goal van Arthur Vermeer, dat dat echt het punt was waar dat we dat ook gingen pakken. Zo net zelfs als met Jov in tweede klas, had ik nu ook het gevoel bij Arthur Vermeer, toen die goal viel, van we gaan dat hier pakken. Ik weet niet, ik had het gevoel dat de spelers echt een boost gingen krijgen van die wedstrijd. En ook gewoon omdat dat tegen Brugge is, je hebt 0-2 achter gestaan. Dat is gewoon mooi. En zo'n jonge gast. Ja, de ingrediënten kloppen allemaal, maar het was natuurlijk niet de beslissende goal. Nee, maar je hebt gelijk. Ik wou gewoon een beetje thee eruit doen, maar... ja, nee, die van Alderweireld was wel... ik vind die puur qua goal nog straffer dan die van Geoffrey Heiremans. En sowieso, daarom kies ik voor die van... Klopt. Dus kies ik sowieso voor die van Alderweireld. Dat stond ook recht in de baan van de bal in het uitvak. En je zag de bal echt, ik zag die vertrekken. En ja, eigenlijk de beeld dat je van achter hem ziet op 11, die zie je in het stadion ook. En dat is gewoon waanzin. Ik heb 30 seconden op de grond gelegen, tussen het volk, aan het blaten. Ja, het gewoon zo is. Alles zwart bij mij, na die goal. Ja, maar we waren allemaal in het rood. We kennen hem. Ja. For all time's sake, zei Mekker. Trouwens, we zouden Antwerp niet zijn als we er een nostalgisch zieltje in. Ik heb juist de Mathieu Cornet gehad, maar ik ga nu om een toon. Dus van elke era een goalscorer heb ik vandaag voorzien voor binnen te spelen. Nu, mannen, die goal van Alderweireld, dat was ook gewoon zo'n schone goal. Als dat hij heel zijn carrière het geoefend voor die ene trap, dan zit heel zijn carrière zit in die bal. Dat is, ja, van een sublieme schoonheid, ook de moment waarop drie ploegen de kampioen kunnen worden. Ja, ik snap de Geoffrey, maar dat was een penalty. Dat is toch anders. Er komen nog twee matchen na. Dit was, ook kan winnen, sowieso. Dit was het einde, weet je. Dat was tegen Genk, op Genk, laatste 2 minuten vlak voor afluiten. Het was ook niet de 60ste minuut, het was zo scenario, ja, nog straffer dan die Geoffrey. Ja. Maar het was wel... waarom dat die tientallen miljoenen keren al bekeken is op het internet. Ja. Dat ik denk dat ik er wel voor een miljoen tussen zit. Maar er waren wel heel veel gelijkenissen tussen de match. Absoluut. Dus toen was het ook wij tegen Lommel en we moesten winnen en een ander ploeg mocht niet winnen. En nu was het zo... Ja, ik had me nooit gedacht dat Union in godsnaam zou verliezen van Club Next. Maar op dat moment is dat is ook Lommel en Roeselaar. Nu is dat Genk, Brugge, Union. Ja, maar toen waren wij ook nog niet de ploeg dat we nu zijn. Nee, absoluut. Hij pakt de basisploeg van toen. En, ja. Van, ja, maar misschien, dat zijn gewoon twee fantastische momenten. Ankerpunten in onze clubgeschiedenis. Dus misschien moeten we er niet tussen kiezen. Siggy, steek uw hand op. Hoe goed wordt alles met Titanic nu? Goed, hè? Niet alles, waanzin. Maar toch heel veel. Ja. Ho, ik weet niet. Ja, toen doen we een huwelijk s'nachts op Titanic muziek. Dat zal ik zo tegenvragen. Nee, dat was gedaan zijn. Ja, er was nog een vraag, en ik denk dat ze van Stijn van den Einde was. Maar ik ga ze nu. Ik denk dat het Stijn was. Stijn, dat ik u misquote, sorry dan. Maar, die vroeg van: hoe is het met Youssouf?
nadat hem op Alderweireld is gebotst. Tijdens de vieren heb je die beelden gezien. Dus je ziet Alderweireld zo stormen richting, richting Hullerobben en Ziggy. En er is zo een kleine donkere jongen die er zo gelijk een kegeltje wordt weggebokst. Ik had nooit gezien wie dat was, maar dat bleek dan Yusuf te zijn. Heb je dat gezien of niet? Nee, dat is mij niet opgevallen. Hallo, je moet dat eens. Dat is redelijk vroeg. Ik denk in de eerste 10 meter van zijn spurt is er iemand die wil die zo vastpakken. En die, Toby Alderweireld, ik denk dat dat 102 kilo droog aan de naak is en geen grammetje vet. Dus ik denk dat dat, dat redelijk aankomt dat hij op snelheid is. Ik vond gewoon zo die vertraagde beelden. Zie je ook in de loop van een Toby dat je dat op dat moment ook nog niet gelooft? Dus zijn brein heeft het ook nog niet helemaal vastgelegd. Je ziet je lopen en zo. Nee, wat is deze? Ik vind dat soms gewoon beeld. Ik vind een Thomas ook, de physical coach, op de zwachter en je ziet echt zo. Toby! Toby! Run, Forrest, run! En het schone van Kik ook, dat was een 100% clean goal. Ik bedoel. De VAR zou daar nooit in tussen komen. Er was echt niks aan de hand dat dat nog zou kunnen afgekeurd worden. Ja, Moeja stond buitenspel. Dat was het enige wat ik toen schaaf had. Ja, maar die komt nergens in de buurt van een bal. Schot. Ja, maar stel je voor dat je daar dan nog eens 2 minuten VAR... Allee, ik zeg maar iets. Dat durft de VAR zelfs niet, denk ik. Het was Visser, hè, dus... Ja, dat is waar. Ja. Maar toch... Ja, stel niet. Nee, dat wil ik zelfs niet. Maar het verschil, hè, wij hebben dat de week daarvoor met Union meegemaakt. En Union, hun goal vergeleken met onze goal. Hè, een afgeweken bal waar per ongeluk Vermeer de bal bij ons binnen ligt. En dan de manier, weet je, het is geen on-goal, het is niet... Nee, het is gewoon een zuivere in de pin gewoon echt, ja. Top, hè. Dan zie je een binnenpretje. Ja, ik ben in de tussentijd. Ik ben eigenlijk een beetje. Ik heb de eer vandaag een beetje. Dus ik zit de socials en de comments aan het in de ogen houden. En de Zeno die zegt dat hem onder een 2 keer van de naak is. Dus dat vond ik wel grappig. Hoe heb je dat die. Jeroen, jij hebt het er net al een beetje gezegd. Hè? Die match was dan gedaan. Dat eerste kwartier, 20 minuten, ben ik een beetje kwijt voor mij. Ik weet dat ik ben niet op mijn plek blijven zitten bij de gasten waar ik in de maag zit, bij de maten. Ik ben weggelopen, omdat ik kon niet stil blijven zitten. Ik was aan het schreeuwen, ik ben op mijn knieën gevallen, ik ben getroost ook door heel veel mannen die ik niet ken. Dus merci ervoor. Hoe was dat voor jullie? Waren jullie ook van de wereld? Ja, ik wel. Ik ben even een kwartiertje gaan hangen en op het veld gaan kijken. Ik zat nog op de 4. De massa was bezig. Ik ben even gewoon... Mijn pintje stond naast de Sven Ardiers, de boswalman. Die terug tot leven was gekomen, want die was ook in de tweede helft onder zijn stoel gekropen. En we hebben er even gewoon in stilte naast elkaar gestaan en zo. Ik denk echt een kwartier, 20 minuten zo. Maar wow. Is deze echt... Dat is mijn antwoord op de vraag. Dylan, Duncan, Dirk. Dus de mannen die in het stadion waren. Ja, er zijn sowieso momenten dat ik voorbij laten gaan. Wacht. Eerst Dylan. Ja. Ik heb het gewoon maar over mij heen laten komen. Ik denk dat ik 10 minuten aan een stuk eerst geblijd heb. En dan wat voor mij uit heb liggen staren in ongeloof. Want ben ik wakker of niet? Ik weet het niet. En dan... Zit toch wakker of niet? Naarmate dat die avond vorderde, begon ik het meer en meer te geloven. En kwam er steeds meer leven en besef in mij. Heel plezant. Jij bent dan nog langsgekomen om even mij te komen blijten, Bob. Daarna is een Dirk ook langsgekomen om even mij te blijten. Schoon, tof. Ik ben ook langsgekomen, hè, Dylan?
Maar je hebt niet gepleit. Nee, dat is waar. We hebben wel bijna gekust. Maar toch... Maar ik ben... eenmaal, ik heb wel. Nee. Nee, ik heb vooral liggen huilen in de lieve armen van mijn goede vriend Robbe. Van Lier. Die mij heeft getroost en ik hem. En we konden het een half uur aan het stuk niet geloven. Een heel mooi momentje. Dirk? Ja, ik denk dat ik ook wel even ben weg geweest, want ik na een kwartier zag ik mijn gsm opzetten. Dan zag ik eerst dat Balikwisha nog rood had gekregen. En volledig gemist ook. En dat Brugge nog 1-3 had gemocht, maar dat ook helemaal niet gemerkt. En zo na een kwartier als we op het veld stonden, dan zag ik ineens iemand en ik ben echt rond die zijn nek gesprongen van oh, gaan ze hier ook keigraven? En dan zei hij, jongen, je hebt mij een kwartier geleden al vastgepakt van boven. Dus ik dacht dat ik die voor de eerste keer had gezien, maar blijkbaar had die op de tribune ook al aan het knuffelen en aan het vastpakken geweest. Jij hebt nog een frieten gedeeld met mij, dat weet je toch nog? Ja, ik weet dat jij vooral de frieten van mij met dat aan het pikken geweest. Ja, ook, maar die was echt ontlonken aan mij van, oh, Geron, pak mijn frieten. Dus ik dacht, oh. Ja. Dat helemaal de frieten zijn dat je mocht pakken, is het goed. Laten we dat privé bespreken, zo direct rustig. Maar nee, dat weet ik nog wel, Geron, dat we frieten gedeeld hebben. Ja. En dat jij mij er probeert net bovenop te krijgen tijdens de rust. Ja. Het dat ik de Bob was tegengekomen, ja, dat had mij helemaal gekelderd en gekleineerd en depressief gemaakt. Dus jij hebt mij een beetje terug naar boven getrokken. En daar ben ik u eeuwig dankbaar voor. Voordat dat hier uit de hand loopt, hoe was het in het stadion? Die moment van vieren. Na de match. Nou, ik zeg het. Na de match, ja. Ja, laten we zeggen, de goal was het einde match. Hè. We hebben toen nog anderhalf minuut gespeeld, maar ik kan me niet voorstellen. Nee, dat was niet echt. Ik heb mijn gsm vastgepakt en ik ben beginnen refreshen, gelijk een wilde op livescore. Maar ik kon dat live zien. Ja, je wacht daar. Nee, maar het andere match, hè. Want ja, ongeloof, hè. Alles in mijn hoofd hing daar nog vanaf. Hè. Als ik daar dacht... Dan was het bij ons klaar, hè. Ik dacht, ja, maar ja, ondertussen was 2-1. Dan moest Union, die moest al 2 keer gaan scoren. En jij denkt dat ik alle ratio nog bezit na 28 pinten en na een goal? Nee, ik zag dat de Robbe direct al over het hek was geklommen. Ik heb dat al sukkelend ook proberen te doen. En als ik erop was, had ik bang voor een stadionverbod. Dus dan ben ik er gewoon bang. Naar beneden. Ik heb ook wel even gedacht toen mijn klas dat een Japaner had gescoord voor Brugge. Ik had zo meteen beginnen Japaner. Ik dacht echt dat ik nog een foute match zat. Alleen dat zo fout op, maar die ben wel een Japaner, blijkbaar. Mats Lietz is dat. De... Mats Lietz. Noa lang. Dat niveau. Robbe, jij hebt toen Toby Alder stoot gegeven. Ja, klopt. Dat is durven. Ja, Toby kwam dan weg en dat was een innig momentje. Want kennen jullie elkaar een beetje? Kennen jullie elkaar goed? Hoe zit dat eigenlijk? Nee, gewoon van zien. Ja. Okay. Ik ga vroeger in een DP's. Nooit gewist. Dus eigenlijk kenden elkaar gewoon niet. Dat is zo... Maar ik neem wel aan, Robbe, je bent een prominent figuur binnen de beweging van Antwerpen. Je bent het gezicht van een Dynamite, of een van de gezichten. Dus ik neem wel aan dat u wel eens zal herkennen en zo zullen we contact hebben gehad. Door ja, we hebben ook voor de bekerfinale nog dat geld van hun ontvangen. Hè. Dus ja, just. We hebben wel een paar keer eens met elkaar gebabbeld, maar dat is meestal wel kort. Zei hij dan iets? Nee. Die was even, denk ik, volledig van de wereld. Alleen ik ook, ik wist ook niet zo hoe ik moest zingen. En dan, wanneer dat moment gedaan was, dan moest ik de zin helpen voor op dat ik te klimmen, maar die gaat er dan niet op. Dus. Zeg, en wat is er eigenlijk daarna nog gebeurd? Want enfin, ik heb hier van een paar mensen al gehoord, mezelf in kluis. Ik was het even kwijt. Ik heb ook niet meer naar dat scherm gekeken, want ik was te druk bezig met iedereen te gaan zoeken en te kussen en te knuffelen en te huilen. En,
Zijn die spelers dan tot bij jullie gekomen? Zijn die van Genk? Hebben die nog iets? Ongelooflijk hoe snel dat Buté ook op dat tak stond. Van, ja, ik denk net dat supporters zijn die onder dat takje zitten. Dat was waanzin om te zien hoe snel dat hij daar was. Ja, maar die is een goal, is dat ook vlakbij, zeg je? Nee, dat was de andere kant. Of nee. Jawel, jawel, maar geweld, maar snel dat hij er was opgeklommen. Dat was, je is er precies opgesprongen in één keer. Dat bedoel ik. Ja, en ook met zijn shoes aan, dus dat is niet zo simpel. Ja, ja. Bob? Als de moderator is weg. Ja, dan kunnen we eigenlijk eens gewoon babbelen, dan kunnen we eens gewoon doorbabbelen. Al die kutvragen, jongen, Jezus. Die was zo depressief, dat hij weg is na. Weg alle leidraad. Als je net weg bent uit het stadion wanneer de Alderweireld die goal scoort. Stel je dat voor. Stel je dat voor. Dat ja, maar geen toffe steward tegen u dat moet zeggen. Zo van, ja, de Rishi bijvoorbeeld, de Rishi die had de goal nog niet gezien. Hè? Wat? Nee. Had de Rishi het niet gezien? Nee, nee, die is daar boven in Genk. En die was naar beneden gekomen en die mocht in die deur van de flikken. Omdat ze dachten dat Genk ging winnen. En op dat moment heeft Tobi gescoord en heeft Rishi blijkbaar de goal niet gezien. En die heeft dat letterlijk tegen mij gezegd, ik heb de goal nog niet gezien. En dat was op de Bosuil al. Dus, en dan heb ik hem gezegd dat het een schone goal was. Ja. Oh, safa. Ja, dat is, een vraag, want ik ben dat is wel, dus wel een jammer, hè? Dat, ja, wij horen jullie, Bob. Ja. Oké. Okay. Ja, ik zie een aantal, ik zie een Duncan niet meer, ik zie een Ziggy niet meer. Kunnen dat jullie die nog zien? Ja, ik wel. Enfin, dat zal bij mij liggen. Maar ik weet niet wat er gezegd is, dus doe gerust even. Pakjes, niks over. Dat laatste ging over de viering in Genk. Ja, het ging eigenlijk vlot ineens, het gesprek. Dan, ik hoor of zie ook geen Bob. Nee, ik ook niet meer. Het is nog de klote. Ik zie zijn Bob wel. En ik hoor de Bob ook. Ik zie mezelf ook. Duncan is terug. Ja, zie. Dat is dan ons. Zeg maar, na dat match, hoe belachelijk was dat met dat podium? Het blijkbaar stond er dus een podium zowel in Genk als in Union. En net de Pro League, dus maar twee podia. Want die hebben niet genoeg geld voor drie podia te kopen. Hoe raar is dat niet bij ons stond? Wat ik ook snap dat ook niet. Wij maakten mathematisch de meeste kans voor kampioen te spelen. Dan snap ik niet waarom dat er niet eentje bij ons staat. En dan is nog snap dat supporters daarmee het veld moeten opdagen. Dat vond ik nog het meest schrijnende van al. Ja, maar die supporters vonden dat wel leuk, want dan konden die daar ook wel blijven hangen. En dicht bij de spelers dan, het moment dat ze toekwamen. Ja, wat ik vooral qua timing gek vond, want ik stond bij de Dillen, vlak aan, enfin, wij hadden onszelf een beetje onbeleefd, eenmaal op tribune 1, voorbij alles en iedereen gevrongen, totdat we redelijk dicht bij het podium stonden, of waar dat podium ging komen. En ik zei het nog, ik vind dat heel vreemd, want dat was rond iets na 11, denk ik, sinds ze met die panelen beginnen sleuren. Maar die match was toch al gedaan om 7:40. En laat dan nog een stadion in, of laat dat podium nog in het Dudenpark staan. Van Saint-Gilles tot aan een Bosuil is een 40 minuten rijden, met een camion een uur. Ja, maar ze moesten dat waarschijnlijk eerst nog afbreken. En daar hadden ze geen supporter om hun te helpen. Ja, maar dat afbreken, dat duurt toch maar een kwartier? Ja, dat kennen ze afgebroken, hè. Dat kennen ze afgebroken, hè. Want dat moest op het veld staan. Ah, ja, natuurlijk. Hey, laat nu nog zeggen dat ze tegen 8:45 beslissen. Nee, dat podium, hè, dat moet... Dan is dat heel raar, sowieso. En nog een ander klein puntje van kritiek. Voor mij vond ik spijtig dat zo de viering zo wat met haken, niet met haken en ogen aan elkaar ging, maar bijvoorbeeld dat vuurwerk dat al afgestoken werd nog voordat de spelers waren. Dat was heel sorry, Bob. Sorry, Bob. Worden jullie daar, Robin, of? Ja, wij waren erbij, ja.
Maar dat was omdat er was kei veel lawaai. Maar wij konden dat niet zien. En er was kei veel lawaai aan de andere kant. Ja? En wij dachten dat de spelers opkwamen, maar blijkbaar was dat omdat het podium eigenlijk gezet werd. Of dat beker gebruikt werd of zoiets. Nee, fijn, maar voor mij hoort het er wel een beetje bij, Bob. Dat hoeft niet die chaos. Te clean of te dit of te dat zijn, want dan neemt ze wat charme weg en dan heb je het gevoel dat je naar een toneelstuk kan zien. Ze. Ja, het kwam, dat is... Hoe dat het kwam, was het voor mij wat. En dat je dan wat langer moet wachten of dat vuurwerk wat vroeger. Ja, dat is allemaal wel. Iedereen was gewoon content en blij. Voor mij prima. Ja. Ik was voor de match en ik moest een bandje gaan halen voor binnen te geraken. En ze hadden een bandje van crew gelegd. En ik had zoiets van, ja, geef mij toch maar een bandje van pers. En ik weet dat je als pers ja, dichter erbij gerokt. En ze mij een bandje van pers gegeven. En ik stond eigenlijk gewoon op de één moment dat ging gebeuren. En dan zag ik de Vincent Virus rondlopen. Ik dacht, op het veld. Ik dacht, oh, als die dat gerokt, voor één keer... Dan kan je dat ook proberen. En ik heb een paar mensen moeten ombabbelen en zo, maar ik ben er dan wel gerokt. En ik ben echt tot vlak bij de spelers gerokt. Dat was zo graaf. En ik ben 3 keer door security tegengehouden, maar uiteindelijk er toch gerokt. Ik weet dat dat zo... Ja, maar ik dacht voor één keer gewoon ervan profiteren dat hij zo legendarisch is. Ik ga wringen tot van veur. Het is gelukt. Ja. Ik stond bij allemaal... Ik heb iedereen een foto. Waar stonden Gullen, Dink en Dirk? Ik heb overal wat gestaan. Ik kon niet stilstaan. Ik vond nee, eigenlijk niet de ideale plaats. En dan weer wat dichter en dan weer wat verder. En dan weer iemand tegenkomen. En, ja, ik heb er eigenlijk ook niet... Allee, ik heb er wel wat van gezien, maar dat hoefde voor mij niet per se. Ik vond het gewoon zo. En die spelers die kregen alle aandacht. En, dat is goed. Dat is welke kant dat ik ook stond. Als je dat gelijk de geron, als je recht vlakbij staat, ja, dat is natuurlijk ja, ideaal. Maar ja, ik stond... je kon dat wel zien, maar het feestgedeelte, alles er rond, vond ik gewoon knap om te zien. Ah, ik heb trouwens een foto van mij in Sam Vines. En ik heb gezegd dat ik Daddy Vines ben en dan kijk je wel heel raar. Ik heb ook deze noot op en zo, en ik denk dat ik een beetje schrik kreeg. Zeg, hoe graaf was Avila in de viering? Die mens is officieel knettergek. Die was zo precies gewoon... geef de micro maar aan mij en ik kan dat hier regelen. En die spreekt geen letter Nederlands. Ja, nou, die mens is... Robbe, jij hebt trouwens een truiken aan van Avila of Avila. Is klopt. Dat echte? Of is dat... Dat is van de competitie waar het straat op ging, denk ik. Deze jaar. En ken jij... Dat is een assist. Ja, klopt. Dat hadden wij de eerste keer dat we dat leken. Nee, maar dat was de eerste keer dat wij dat leken voor Avila zo aan het pushen waren in de tribune. Maar dat is er na de match heel lang blijven staan. En ze waren uiteindelijk tot vlak naast de speelsbus geraakt. We waren daar nog altijd aan het zingen naar Leken. En dan heeft hij uiteindelijk zijn shirtje afgegeven. Dus van toen heb ik dat. Allee, vooruit. Duncan, waar stond jij met de ceremonie, zal ik het noemen? Even zonder de spelers hier al gestaan. Dan heb ik vrij snel besloten van op tribune 1 te gaan staan. Aangezien ik volgens sommigen hier kamp met de dwerggooi. En als klein mensenpersoon is dat niet zo gemakkelijk om dan iets te zien. Dus ik dacht, op tribune 1 kan ik toch iets zien. En nu ben ik content dat ik daar stond. Alles heel goed gezien. Ja. Hoe laat was het voordat iedereen in zijn bed lag? Voor mij was het 1:15. Ook omdat ik maandagmorgen op reis moest. Maar ja, dan, zoals met Geron, hè, ook nog in de eerste uur alles hier bekeken en adrenaline en noem maar op. Ik was om 4:30 thuis en ik ben afgezet thuis door de ouders van Zeno van den Bos. De Davino, ja, ook mijn kameraden, die hebben mij meegepakt naar de tribune, naar de verdieping 4, waar de spelers aan het vieren waren.
Met een hoop volk wat gebabbeld. Het was ook gratis drank, heel plezant. En dan ben ik uiteindelijk buiten met de ouders van de Zeeland van de Boskaring beginnen babbelen. Kei sympathieke mensen uit Capelle. Met een hele goede tv-winkel, blijkbaar. Op de Hoefensbaan. Ik geef het gewoon even mee. De papa heet Bruno en de mama weet ik niet meer, maar heel toffe mama. En om 4:30 gingen ze naar de Carré vertrekken. En mama en papa van de Bos wouden mee, maar mochten niet meer van de Zeemel. Nee, mama. Ik wil niet dat je meegaat. En die waren toch een beetje, ze hadden ook gezegd, van, ja, ik ben een beetje zenuwachtig, want hey, ja, hij heeft dat toch nog nooit gedaan, en dit en dat, en dit en dat. En ik kwam de Zeno goeie dag zeggen, en dan heb ik hem nog wel een goede raad gegeven. Ik zeg, Zeno, alle meisjes in de Carré hebben chlamydia. Blijf eraf. En met die wijze les is hem dan toch vertrokken. En ik zag hem gisteren dat hij nog gezond was, dus hij zou gelust hebben. En dan heeft mama, papa van een bos mij afgezet. Hele sympathieke mensen met een winkel op de Hoefensebaan in Capelle, tv's. Is er iemand later dan 4:30 thuis geraakt? Robbe is zelfs zo later, lag die in de bed. 4:15. Dat is niet zoveel later. En zat dan nog tot 4:45 dat je op de Bosuil zijn gebleven, of zijn je het zat nog hier gegaan? Nee, we zijn om 2:00 ongeveer, denk ik, of om 1:00. Ik weet het al niet meer. Tussen 1 en 2 zijn we naar de stad gegaan. En dan zijn we daar in de Engel beland. Maar die hebben dat dicht gedaan omdat er een gast was die met zo'n plank van T2 in het café stond. En die cafébaas vond dat niet zo grappig. En die zei van ja, oftewel ga je nu naar buiten met die plank, omdat die tegen iedereen ontstoten was. Oftewel ga je dan met die plank naar buiten, oftewel slaat je het café. En de gast zei ja, ik blijf hier. Dus die baas, ja, die was ineens kapist op iedereen en ineens het café dicht gedaan. Dus zijn we uiteindelijk naar de Bucketbar geweest. Oei. Dat is er nog nooit geweest, maar het is op zich wel een schoon zaak, maar wel iets loes. En daar heb ik net met planken binnen. Ja, die gast is uiteindelijk even gelopen. Die is nog met zijn plank op Brabo geklommen en dat is naar aan gegaan. Heeft er nog iemand een plank van het WF? Ik heb er een van een tijd geleden. Ja, ik ook. De Dylan was erbij, ze hebben mij zo'n bank in mijn handen gestompt en ik heb die teruggegeven. Van, ja, ik kan hier niks mee doen, ik kon hier niet meer liggen sleuren. Dom, hè. De Wim Peter zei nog wel op zo'n profiel, dat is ook nog op de 1 geklommen. Op de 2, heel schoon beelden. Zo, en op dat moment steken ze net alle Bengalen af, dus is op zijn Facebook, moet maar eens checken. Van wie? Wim Peters. Ah, Wim Peters. Maar ik heb ook nog iemand zien rondlopen met een blauw zitje van op Genk. Had hem ook mee. Heftig. Ziggy Sia, moet jij iets uitleggen? Hoe dat? Een blauw zitje uit Genk, waarde jij dat? Nee. Ik ben zo sterk. Nee. Ik ga camper op een hek, waar ga ik zo'n stoeltje losrukken? Heeft er iemand enig idee? Ik heb van iemand gehoord die in de Brederodestraat woonde, dat voor de 30e keer in 3 weken... keihard feest was. Vorige week was voor Galatasaray, de week daarvoor voor Erdogan, maar nu voor de Antwerp. Heeft dat enorm geleefd in de stad ook? Was daar veel volk? Weet iemand dat? Of had ik die vraag niet moeten stellen? Ik weet dat in Plaston wel wat volk zet. En dat is ook wel een gekend Antwerp café voor de match te zien. Dus ja, ik denk ça va. En in de cravat? Ik hoorde dingetje, Aster en Zeemana in Extra Time toch zeggen dat het in zijn straat een groot feest was. Maar vraagt me niet waar dat hij woont. Maar dat zal dan niet de derde laan zijn of zoiets. Dat zal een woord Bas Albaan. Ja, dat was niet te doen, ik weet niet wat. Ja. Wie is er... ik was er gisteren niet bij, maar wie is er gisteren naar de Grote Markt geweest? Uiteraard, Robbe. Ik ben eerst even naar de Cabron geweest voor de Robbe 3 kussen te geven. Maar ik moest zelf gaan shotten, dus ik heb voor de viering denk ik moeten doorgaan. En ik heb ook ervoor met vriend van de show, Sander,
een nieuws ontbijt gaan steken. En Frederik Frans een paar tweets gestuurd. Zet een hens in de cabron. Kijk hem. Die zit er nog, denk ik. met de medaille van Bommel, blijkbaar? Nee, hij is er niet bij. Volgens mij Hans Bressing een veldbiddeke in de cabron ondertussen tegen een toegestaan. Voor kleine powernapjes te doen. Nee, hoe was het gisteren? Ik ga wel even vragen, Ziggy. Dat voetballen, is dat nog gelukt? Want je hebt wel aardig wat boerkes gedronken gisteren in de cabron en omstreken. Buiten vier controles dat ik los de bal onder mijn voet heb laten glippen. Eigenlijk, ça va, nog verdacht. Gemaakt. Een no-goal, maar wel een goal. Ah, wel, voilà. Ik bedoel, niet bij zeggen, wat voor een goal, hè. Zeker niet. Sorry, nee, want ik heb... Ja, nee, dat is niks. Daarvoor dienen Facebook Live, en wat is dat, met mijn micro. Is wat. Nee, ik kon er gisteren niet bij zijn, maar ik heb dat dan zo de lives her en der te volgen. En ik weet, toen ze van de boot stapte en op aan het Steenplein, vond ik het qua ontvangst nog rustig. Maar was er iemand, of stond iedereen toen al op de Suikerij of op de Grote Markt? Stond er iemand dan aan... Bij een boot of waar dat ze op de bus zijn gestapt of stonden ze allemaal op de Grote Markt? Zoals ik al zei, de cabron verder is ik niet geraakt. Want daar vond ik het nog wat kalm, maar ik denk hoe dichter dat die beide dingen kwamen bij de Grote Markt, daar vond ik het wel onwaarschijnlijk indrukwekkend. Ik heb er niks van gezien, want er waren Charles met een vlag aan het wapperen en ze deden die niet uit de weg. Niks gezien van heel die vieren. Met die vlag weg. Ja. Ja, dat was die hele bataille. Die was met die vlag aan het waaien. Heb je dat moment gezien? Het stond op Sportza. En dat denk ik was op de bus. Dat ze You Never Walk Alone speelden. En dat een Toby... ontblijd was. In de armen van de... Niet de Witte, maar... De Remo. De Remo, juist. Dat vond ik wel heel schoon. Ja. Ja, maar ik blijf dan ook mee. Als ik dat zie, ik ben dan ook terug binnen blijven. Ja. Bij mij zijn de traantjes iets later gekomen, want ik heb dat op een dit allemaal gevolgd op ATV. Toen ik Ria en Paul zag halen, toen ze die medaille kregen van de Wever, dan ben ik toch mee beginnen blijven. Dat vond ik een schoon momentje. Ja. Ja, onze Ria, ze voelen het wel, denk ik. Ik denk dat die vallend, als het niet al is, dan is het toch heel erg aan het worden, denk ik. Ja, en ik denk dat je de vent ook heel graag ziet met hoe vaak dat hij gekust heeft. Ik heb dat nou helemaal teruggezien en ik denk, in het stukje dat ze in beeld zijn, heb ik elkaar 6-7 keer een kus gegeven. Ik dacht van, amai, zie elkaar echt graag. Dat is toch schoon. Zeg, Robert. Ja. Heb jij ook al eens een kopper zo gegeven, of daar nog niet? Nee. Maar dat plakt heel mijn gezicht vol met bruine crème en dat heb ik niet zo graag. Mannen, op de Grote Markt, hoe was de viering? Want je ziet wel, want ik zat aan de livestream te volgen en dan zie je die naar binnen gaan en net ook binnen van... Met de beelden van Instap thuis en dan zie je de speech van de Wever. Dan kom je even terug en dan... Maar hoe is dat buiten? Op het plein? Ik vond eigenlijk de cabron plezanter dan de Grote Markt zelf. Ja. Omdat dat zo met die pauzes is, of omdat dat zo... Ja, die gaan dan naar binnen en dan moeten ze staan wachten en... Ja, dat is zo... Allee, ik weet niet, ik vond dat er niet echt een goede sfeer of zo in. Allee, er was wel wat muziek dat opgezet werd, maar het was niet zoals bij een wedstrijd of zo, dat je echt voor gezamenlijk zingt. Meer gemaakt, ik weet niet. Allee, op zich wel mooi, hè, zo op de Grote Markt. Ik vind vooral het schone dat eigenlijk in Antwerpen dat de spelers echt op het balkon komen. Want je ziet zo vaak bij Bruggen of zo, als die een viering doen, dan zit er een podium op de Grote Markt. En ik vind dat wel schoon dat die op het balkon komen, dat wel. Maar ik vond ze ook qua sfeer, wel, ik weet niet. En dat er ook gewoon heel veel mensen waren die met alle respect, en die moeten er ook zijn,
maar die niet veel naar het stadion komen en die ja, bijna geen leaks kennen. Ja. Dat viel mij wel op. Zou natuurlijk ook. Ja, doe maar, vraag, doe maar. Ja, ik vraag mij af. We hebben daar 7 uur gelegen staan gisteren. Als wij nu de komende 6 jaar 5 keer kampioen spelen en 4 bekers pakken, gaan wij dan elke keer zo'n viering krijgen? Hoe gaat dat standaard? Of zakt dat dan toch wat? Maar Jeroen gaat wel negatief vandaag. Hè? Ja, sorry. 5 van de 6 en makker. Ja, ja, maar ik reken wel bij dat we volgend jaar ook in Wembley staan in de finale halen. Ja, maar het goede nieuws is dat de grote markt geen eigendom is van Mintjes, dus die kunnen we nog uitbreiden. Dus dat valt wel mee. Ik wilde zeggen dat we de Engel afbreken en zo. En, dat standbeeld verprutsen. Ja, dat stond in de weg, hè. Godverdomme. Maar nee, misschien was het ook gewoon dat iedereen na zondag, ik was echt zondag, ik was leeg. Ik was emotioneel op, ik was fysiek op. Ik had decompressie van 2 weken, 2 weken of langer stress. En misschien was dat bij veel mensen wel zo, dat zo. We hebben het. En misschien moeten we allemaal niet meer. We hebben gisteren al zo hard geroepen en gezongen en gedronken en gefeest. En, ik weet het niet, misschien was dat ook. Ja, dat kan. Ik vond dat in ieder geval dat er veel volk was van de maandag. Was er toch wel een mooie opkomst. Op beeld leek de afgeladen vol, tot van achter toe. Tot, ja, dat was ook zo. Tot voorbij de cabron. Ja, tot voorbij de cabron, effectief, denk ik. Ja. Uit op de melkmarkt denk ik dat ze stonden. Meer dan met Sinterklaas. Ja, dat is zo. Gisteravond was dan ook, en dat heb ik wel gezien, Mark van Bommel zat in extra time. Hebben jullie dat gezien? Vanmiddag. Al 2 keer. Ja. Al 2 keer. Al 6 keer. Ik heb het al 6 keer gezien. Ja, en wie het hier de langste? Ik vond dat hij daar geweldig goed uitkwam. Ja, hè? Maar ja. Die komt er wel geweldig uit, vind ik. Dat klopt. Ik vind dat ook. Ik heb nu vandaag een aantal Nederlandse podcasts geluisterd. Ik heb gewoon Van Bommel ingegeven in mijn zoek engine van de podcast-app van Apple. En dan kwam ik 3, 4 podcasts tegen. En wat er wel heel veel van die Nederlandse journalisten en podcasters aan zeiden, is dat die de evolutie dat die mens heeft doorlopen. En dat ten tijde van PSV dat dan nog zo een doordrammer en het manneke was en overal zijn eigen mee wilde moeien, dat hij wel gekalmeerd is. En ik vind dat, hoe dat gisteren zo, ja, hoe moet ik dat nu zeggen, die precies controle over alles. Die kredde niet zot, die is eerlijk, die is analytisch in zijn antwoorden. Ik vind dat, en je voelde dat ontzag ook bij de, ja, hè? Bij Filip Joos, bij Wesley Sonck en Gert Vrij. Ik vond dat indrukwekkend. Ja, dat was ook. Dat was gewoon indrukwekkend. En je luistert er ook graag naar. Want doordat hij eerlijk is, zegt hij ook gewoon zinnige dingen. Van, zie je dat zo? En ik vond het wel cool ook zo, effectief. Ja, de Wesley Sonck zit daar. Die hebben duidelijk nog tegen elkaar geshot. Ajax-tijd en Genk-tijd. Ja, dat deed ook nog iets. Dat vind ik ook wel een leuke link. Van, weet je dat nog? Ja, ik vond dat een dus voor de ene keer is het een hele fijne extra time. Oh, ik vind dat meestal nogal fijn, maar dat is dan persoonlijke goestie. Als we het dan over de figuur van Bommel hebben, waar plaatsen we die nu? Het is 1 seizoen, hè? Hij is nog maar kort. Maar waar plaatsen we die nu na het behalen van een dubbel in onze geschiedenis? Hè? We hebben Van Akker, we hebben Beleuni. Daarvoor Kessler, maar nu spreekt een Bompa. Dirk bijvoorbeeld, waar zou jij die plaatsen? Ja, bij mij stond hem toch wel helemaal van boven, of toch redelijk van boven. Qua prestaties dan, zowel de prijzen dat hem heeft gepakt, als de rol dat hem deze seizoen heeft gespeeld. Niet het Calimero-gehalte en niet het gezaag en geklaag op scheidsrechters en blessures inroepen. Dus ik heb het niet zo voor trainers die
nogal arrogant op persconferenties kunnen zijn en in hun gat gebeten zijn als je vragen stelt. En ik heb dat bij Van Bommel, die heeft dat zo kleine kantjes, maar dat viel eigenlijk bij hem heel goed mee. En als je dan ziet dat je twee prijzen pakt in het eerste seizoen, dan staat denk ik wel helemaal bovenal. En dat je toch zeker in dat rijtje, oké, het is nu één seizoen, ik hoop dat hij er nog een paar seizoenen al kan bijbreien. En dan denk ik dat hij bijna helemaal van boven staat. Maar ik moet wel zeggen dat hij bij mij ook een klein beetje gezakt is in mijn achting. Want ik had extra time gezien gisteren en ik belde naar mijn ouders in Portugal. En mijn moeder heeft denk ik 87 keer de naam Van Bommel uitgesproken, wat voor een knappe man dat is. En die is een glimlach en oh, wat een geweldige man is dat. En op een gegeven moment had ik er echt genoeg van, heb ik gezegd van weet je, stop het gewoon van afsluiten. Ik heb heel de match gezien, alleen maar om Van Bommel te kunnen zien. De sprint 26 keer opnieuw gezien. En ja, ik vond dat wel dat een beetje gênant worden. Kun je dan met kerst even gaan zitten aan de kerstboom? Hè? Ja, dat gaat zoiets worden. Ik heb ons vader verwittigd. Zeg. Als je terug naar België komt, ziet dat maar uit. Moeten wij schrik hebben? Omdat niet dat hij met de moeder van een Dirk kan lopen, maar dat hij nieuwe aanbiedingen zou krijgen uit Duitsland, Engeland, Italië, Spanje. Ik denk dat hij zo nog eerst de zon blijft. Weet jij meer, Robben? Nee, maar ik denk dat hij sowieso nog eens te zoeken gaat blijven. Ja, om Champions gewoon, League te spelen. Ja, ja en om, ik denk ook om zijn eigen te bevestigen. Dat je hem nu een goed jaar hebt en dat je volgend jaar, oké, ja, even goed gaat moeilijk worden, maar als je volgend jaar terug een goed seizoen speelt, ja, dan toont je wel nog iets meer aan de buitenwereld, ook ja. Europees. Stel dat je in de groepsfase Champions League geraakt, en je kunt er wat puntjes wegsprokkelen, dan zit u wel meer op de kaart nog, denk ik, dan nu gewoon in de Belgische competitie. Want het is natuurlijk wel zo, stel dat die goal van Alderweireld geen goal is, maar die bal spat op elkaar op de deklat en we halen het niet, dan, ja, dan heeft Van Bommel het nog altijd keigoed gedaan, maar dan staat dat veel minder in de picture natuurlijk. Ja, maar ik denk... Sowieso, het staat niet goed op een cv om er eens anderhalf jaar te zijn, er eens vier maanden te zijn en dan nog eens ergens een jaar en dan weer al terug. Dus als ik van hem was, zou ik het ook toch een jaartje niks aanbreien. En hij moet geen kampioen niet meer worden. Hè. Een goed resultaat neerzetten. Natuurlijk, ik snap wat je wilt zeggen, hè, van dat je een langere periode ergens moet blijven, maar langzaam herkent als je prijzen pakt. En je zet je op die manier op de kaart, ja, dan toont je al wel, snap je? Dus dan gaat het niet weg omdat het niet geslaagd is ergens. Terwijl... Nee, maar ik vind toch, gewoon op papier, het staat niet goed. Voor hetzelfde geldt, vorig jaar, ik zeg maar iets bij Frankfurt, is dat weer iets onbekend en moeten we weer van nul beginnen bouwen? Ja, ik weet het niet. Wat mijn aanvoel is ook wel dat hij gaat blijven, maar vandaag werd dan wel bekendgemaakt dat ze een T2, hè, de Jurgen Dirks, dat hij opstapt, weggaat, of enfin, ik weet niet welk werkwoord dat ik aan moet geven. En ik had wel zo, ik dacht altijd dat dat een tandem was, een duo, en dat de rest er rond werd gebouwd, maar... Maar even niet anders, ik denk er net aan, zou dat niks te maken kunnen hebben met Faris Aroun? Dat er een plaatsje vrij moet komen in de trainerstaf. Ja. Dat zou kunnen. Ja, natuurlijk. Ik weet dat hij zijn diploma heeft en dat ze die heel graag een plek binnen Antwerpen willen geven of een job in Antwerpen. Dus dat zou kunnen. Maar dat zou wel heel schoon zijn. Mm-hmm. Allee, het is ook mooi dat mij net te binnen schiet. Ja. Dat zou wel heel zuur zijn mocht hij die nu vertrekken. Nee, ik denk gewoon Van Bommel zelf ook. Hij kan Champions League spelen. Hij heeft Overmars. Hij weet dat er budget is. Hij weet dat zo'n ploeg aan het werken zijn. Het klikt enorm. Hij zit dicht bij huis. Hij kan zijn zoon bezig zien. Ja, dat zijn een hoop pluspunten. Ça va, denk ik. Ik denk dat we het echt nog een jaar gaan hebben.
Ja, en ik denk nu ook wel, er komen nu wat centen binnen van Europa, er komen wat centen binnen van Pacho die we verkopen. Misschien valt er links en rechts nog een opportuniteit voor een transfer uit de bus waar we nog wat centen binnenhalen. Dus er gaat budget zijn om spelers te kopen. Dus normaal gezien wordt de ploeg volgend jaar beter. Dus dat is van een trainer toch ook plezant. Neem ik dan even hardop aan. Krijg juist een foto door van Laurits. En hij stuurt zelf in Kosovo doen we het shirt nog aan. En hij heeft dat shirt van de dubbel nog altijd aan. Ja. Die is op verlof. Ja. In de familie. Wanneer zijn we weg, Bob? Ik kom morgen terug de vlieger zitten in de Pristina. Pristina away. Ja. Nee, Dylan, wat denk jij van volgend jaar een nieuw ploeg? Nieuw ploeg. De huidige ploeg met versterkingen. Zou dat iets zijn wat Van Bommel hier kan houden? Ik ga ervan uit dat hij hier blijft. Ik denk dat iedereen de reden al heeft aangehaald. Ja. De belangrijkste reden is gewoon Champions League. Dat is een extra uitdaging voor Van Bommel om daar iets van te maken. Ja. Je weet ook dat die... er gaan wat jongens vertrekken, jammer genoeg. Maar we gaan ook wat kwaliteit terug binnenhalen. Dat voelt je. Dat gaat gewoon gebeuren. Er is geen reden om nu te vertrekken, denk ik. Nu vertrekken zou veel te vroeg zijn. Ja. Dat zal hem zelf ook wel beseffen. En we gaan het er natuurlijk in de komende podcast en komende week nog heel veel over hebben, over de nieuwe ploeg of over inkomende transfers. Maar Dylan, je zegt, er gaan jongens moeten vertrekken. Heb je het dan bijvoorbeeld over een Stengs en een Keita? Gehuurde spelers die mogelijk wellicht gaan vertrekken, omdat ze maar voor omdat hun huurperiode erop zit? Of zie je nog andere namen die, waar we afscheid van nemen, omdat we naar een sterkere ploeg op zoek zijn? Ja, ik denk... Dat Keita en Stengs, dat twee moeilijkere dossiers zijn, vooral Keita dan. Ik denk dat de jongen aan zich bij ons wil blijven, dat wij die ook heel graag zouden willen. Miyoshi zou ook vertrekken, heb ik juist gelezen. 10 miljoen, moeilijk hè. Miyoshi zou vertrekken. Jean Buté wil ik ook nog wel zien of hij blijft of niet. Die is klaar voor een stap hogerop. Beste keeper van de competitie. Als dat zien, een mooie club in Frankrijk. Want zou je dat voor een Jean Buté... Zou je zo naar een club gaan die geen, misschien een grotere club, maar in het buitenland, hè, met in België eerder geen, maar die geen Champions League speelt? Als je in je eigen thuisland kunt spelen, in het chauvinistische Frankrijk, en je kunt daar hetzelfde niveau halen... En je pregam al vier. ...dichterbij de nationale ploeg in Frankrijk komen, dat moet sowieso wel een droom zijn voor Buté. Dus... Die kans zit er wel in, maar het is ook niet dat hij naar een hekkensluiter in Frankrijk gaat gaan. Hè. Dat is op zijn minst subtop. Hè. Wat verwachten jullie van volgend seizoen, Sigi? Europese away days, dus ik ben al een heel content man. Ik ben daar nog niet mee bezig, Bob, om eerlijk te zijn. Nee. Ik ben echt nog hoog op mijn roze wolk. Maar dat zijn wel spannende dagen en weken, vind ik. Zo de nieuwtjes en de geruchten die rondgaan. Ik zag er straks een interview van onze directeur voetbalzaken, de one and only Mark Overmars. En je zag er vol zelfvertrouwen klaar is. Dus ik denk dat dat goed zal zitten. Ik denk dat er voor de onzekere gastjes wellicht nog getracht zal worden om een effort te doen. Maar als dat niet zal lukken, gaat er ongetwijfeld een plan B zijn, denk ik. Ja. Er zal een spits zijn, hè? Zaten. Ja. Ja, dat was al één ding, hè. Een spits, dat is al heel belangrijk. Dat is Luque Bacchio wordt genoemd. Dat wordt ook al door verschillende bronnen ontkracht, dus. Ja, maar die andere bronnen hebben dan weer gezegd van geloof niet aan de andere bronnen. Ja, maar 15 miljoen, als ze nu al zeggen dat ze voor Keita en zo en voor Stengs, dat allemaal veel te veel geld is, dan gaat dat voor Luque Bacchio toch niet eens geen...
Een echte spits, dat is de winger. Zoekt hij dan een spits die het tweede gaat zijn? Of iemand die samen wil spelen met... Hij zoekt een tweede spits, dus voor achter Jansen. Ja. In het raadje. Dan best eigenlijk een beloftevolle jongere of iemand die al goed is, maar uit ontballen is. De Ziggy heeft al een goal gemaakt gisteren. Ja, maar ja, een on-goal, dus ja. Ah, oké. Okay. Nee, maar zo, hoe weet je... Een kleine pocket spits. De Ziggy heeft gisteren nog wel gescoord, daar zoek. En een Dylan trouwens ook. Hoe heet de spitsbroer van een Mbokani nu weer, bij Beveren? Barry. Barry. Ja. Wel, maar ik zeg niet dat dat moet zijn, maar zou dat zoiets niet, een jonge gast die niet erg vindt om wat te banken voor en heel veel potentieel. Ik verwacht eerder zoiets dan nog eens een gerodeerde spits met kilometers op zijn teller die komt uitbollen. Ja, maar zoals een Mbokani, weet je, niet nu, maar zo... Een Mbokani van 2-3 jaar geleden, als je die nu op de bank had zitten, het wel ideaal geweest. En die Braziliaanse spits van Schalke, Michelangelo Fraino? Je hebt er letterlijk je ene in de netten gestemd. Ben je er niet beter dan een makker? Zijn toch wakker of niet? Zeker. Misschien om af te ronden, want we zijn ondertussen al even bezig. De voetbal is nu voor een paar weken gedaan. Hoe is dat voor jullie? Is dat nu een zwart gat? Is dat nu een gemis? Is dat iets wat even deugt om zo er even rust van te krijgen? En... Normaal wel, maar ik denk dat ik nog heel veel herhalingen ga zien. Gewoon daar, ik wil dat nog opnieuw beleven. Dus gewoon... De recap komt er nog aan. Hè? Wat? De recap. De recap komt er nog aan, maar ik heb ook alles opgenomen. Hoeken. Kom weer op, spoei de wagen. We zijn ik heb ook alles opgenomen, dus ik kan alles nog eens zien. En in juli is al de Supercup, hè, denk ik. Dus... Juli, ja. 22 juli. 22 juli, dus. Ja. Het is maar even. En in augustus is het al Champions League, hè? Ja, maar op maandag vrijdag. Eind augustus, dus, ja. En voor Hulle, zijn er... Andere gasten zeggen dat echt nu missen, die in een zwart gat vallen, van die roze wolk in het zwart gat, of... Ja, ik. Ja? Ja. Allee, nee, ik weet niet. Maar het is wel een druk jaar voor Hulle geweest, hè, Robbe? Ja, dat wel. Het is een heel druk jaar geweest. Het schoonste jaar van... Ja, sowieso, hè. Maar ja, op alle vlakken nee, is het schoonste jaar, dus... Nee, maar puur voor jullie. Voor jullie acties, ja, ook, voor jullie werk, voor... Ja. Ja, dat ook, maar ik zei eens nog tegen Dylan op terras, denk ik dat dat was. En je ziet, en het seizoen bouwt ook op, dus je doet mee, je speelt bekerfinale, je doet mee in de play-offs. Ja, dan wil je acties ook een beetje daaraan aanpassen, om het zo te zeggen. En dan de lat wordt hoger. Ja, en dan Aaron die vertrekt. Dus ja, dan zo blijft op de deur bezig. Dus. En wij zijn ook gewoon een iets grotere groep aan het worden. Ja. Dus dat belooft voor volgend seizoen. Ja, ik kan morgen al bestellen voor volgend seizoen. Wat gerief. Alright. Ziggy? Zwart gat? Ik denk dat we nog een special op het programma hebben met de vierkante paal. Daar is nog niets officieel van gemaakt, maar dat zal nog wel gepland worden. Er zijn bepaalde dingen die inderdaad... In de... We leveren niet graag half werk. We hebben halverwege het seizoen stinks afgeschreven tot zeer middelmatig in onze evaluatie toen. Dirk, je moet niet zo fronsen, Dirk. Hij heeft zijn eigen respect. Die heeft duidelijk geluisterd. Dus ik denk dat we nog wel iets doen. Maar anderzijds... ik kon nu nog even op mijn roze wolk surfen. En daarna kan ik toch wel even blij zijn dat het even is weg geweest. Want dat is allemaal niet gezond voor mijn lichaam, dit. Dat exactly. Ja, ik ben echt 3 weken... Op 3 weken ben ik 20 jaar ouder geworden. En ik was al niet jong. Nee,
Ik wou je zeggen, dat is een beetje. Als je wat positief in het leven staat, hè, dan valt het allemaal wat mee. Ja, dat is een hart van beestje, hart van beestje. Duncan, jij? Ik ben eigenlijk wel zeer content dat het gedaan is. Maar binnen 2 weken ben ik dan weer blij dat ik die terug op het veld zie staan en de nieuwe gezichten en zo. Maar ik ben eigenlijk, ook met dat WK ertussen, het was eigenlijk 11 maanden non-stop. Nee, maar even gedaan zijn van mijn part. Ja. Ook voor eens iets anders te doen. Een split gaan. Ja, vlucht direct naar Mantels. Ja, kijk. Dylan? Slecht gepland. Ik heb genoeg om een paar weken mee door te komen. Al die filmpjes van zowel Antwerp supporters als filmpjes van het Genk-vakken, de recap die eraan komt, de recap van tegen Brugge. Er zijn zoveel schone momenten dit seizoen geweest dat je... Ja, ik kan niet in een zwart gat vallen. Ik kan even kunnen herbeleven en kan mijn eigen film zo'n beetje maken in mijn hoofd. Dat wordt top. En ook, ja, die weken beginnen toch wat te kriebelen en wil je toch zo die eerste oefenmatchjes terug gaan zien. Ja, goeie dit. Heb je het filmpje van de Pro League zelf al gezien? Ja. Dat staat op de socials van Antwerpen. Echt goed gedaan, mooi. En hoe zijn die filmpjes uit het Genk-publiek? On repeat. Echt goed, hè? Waanzin. Ja. Ik moet nu wel zeggen, en dat is dan de softie in mij, ik zag zo echt filmpjes van kleine kindjes, Union en Genk supporters, die echt zo onbedaarlijk waren aan het huilen. En dan had ik zo van, oh fucking hell, ik zat er vorige week, hey. Ik heb blijdend in de armen van een Dylan gelegen, de zie mij nog getroost, en dat ik er zo huilend op de 2 lag, op de 2, op de 4 lag na Union. Dus ik heb er ook wel ergens een klein beetje mee te doen met die man. Dat ik ook, dat is zuur, maar oh, het is ook zo grappig. Vooral dat je dat dan nog online zet of ik ken niks van die socials, is dat dan... Is dat een soort ding dat je zet en dat is weg en je kunt er niet meer aan? Of hebben die achteraf dat toch nog gepost? Ja, die hebben het toch nog gepost. Ik weet het niet, het is te goed gewoon om niet te posten. Ik vond het wel opvallend hoeveel mensen het... Ik heb weinig haat gezien achteraf, maar dat kan ook aan mij liggen. Maar er was wel respect tussen de mensen van Genk en Union. En het werd wel gegund en iedereen had wel gewoon zoiets van, ja, dit moment, dat is wel bestuur voor ons, maar het is wel schoon dat het even omgekeerd kunnen zijn. Ja, vond ik aangenaam. De reacties van Karel Gerards en Wouter Frank, echt chapeau. Van Bommel zei het gisteren zelf van, ik weet niet of ik het zo sportief had kunnen opvatten direct na de match. Dus ik vind dat 2 ook wel mooie clubs. Ik ben blij dat we met die 2 andere clubs met 3 hebben kunnen vechten. Ja. En dat we Brugge onmiddellijk eruit hadden gemipt. Ik vond dat 3 schoonste clubs, zodat je dat mee zou kunnen doen. Dus even kort naar Genkies. Akkoord. Mocht er Genkies of Unionisten kijken en luisteren. Alleen nog over Genk. Ik weet niet wat jij ervan vindt, Stigie, maar dat publiek daar voor de match, dat is echt de carnavalsboel, niet normaal. Ja, want dat van die hoempa-poempa muziek. You know. Ja, dat niet alleen. Wat ik ook vind, dat is ook wel het typische sing when they're winning, vooral naar mijn gevoel geweest. Ja, inderdaad. Eens met de man. Ja, maar die zingen al zoveel, die zingen al heel de tijd. Dus ja, die zijn een keer blij als ze alleen moeten zingen als ze aan het binnen zijn. Ja, maar dan moet je niet zo vies graven, hè, paletten kopen. Ja. Normaal dan, ja. Zwartberg, jongen, Zwartberg. Dirk, stel Stengs is volgend jaar niet meer op de Boszuil. Ga jij dan terug de depressieve days oprichten? Nee, daar gaan we even van afstappen. Toch de eerste match sowieso. En dan, ik zou het wel... 10 euro, Dirk, 10 euro. En ik weet, het is voorbarig, maar ik heb even gecheckt. 5 jaar geleden, of 6 jaar geleden, heeft Ajax halve finale Champions League gespeeld. En had ze eigenlijk kunnen winnen. En ik denk dan van, dat kunnen wij ook. Dus ik weet, dat klinkt nu heel van, Geron, dat gaat nooit gebeuren. Nee, schrijft ons nog niet af.
Dan zullen we toch strings moeten bijhouden. Ja, maar als je ziet met wie de Ajax dat toen heeft gedaan, dat was met heel veel jeugd. Ja, dat is wat. We lopen gigantisch op de zaak. Ja, maar als je een ticketje wilt, moet je dat nu wel bestellen. Ik heb geen idee hoeveel mensen dat ondertussen nog zo lang bij ons hebben uitgehouden. Even voor de statistieken erbij te halen. Er zijn altijd 115 live kijkers, dus we zijn echt wel niet alleen. Ja, merci gasten om het, en dames om het zo lang met ons uit te houden. Tenzij er iemand nog een gigantisch strafverhaal of een dringende boodschap heeft. Ik wou eigenlijk eerst nog een ode aan Noah Lang doen, maar ik ga het toch niet doen, denk ik. Normaal blijven doen, normaal. Ja, het heeft even gekriebeld om hem toch een merci te geven, maar we moeten die kopen en op de bank zitten. Yes. Nieuw meterschot gewoon om te hebben. Maar al je chance dat dat zo'n arrogant en eikel is die dat zijn eigen van geen klote niet aantrekt. Dat hij niet slim genoeg is en die speelt gewoon en de rest die... Net daarom. Give a fuck wat dat de rest denkt en... Net daarom, omdat dat zo'n ego-driftkikker is, heeft hij gescoord. Ja, ook omdat hij een bal kreeg van die Japaner, dat hem niet kan missen. Maar, niet. Nee, maar wou hij niet kunnen missen, dat weet ik niet. Maar gewoon omdat hij zo hard zijn eigen wil bewijzen, heeft hij ons wat de ritjes zijn voor hem ons kampioen te maken. Fouché had die ballen achter de lijn moeten gaan halen en tegen de paal gestopt. Ja. En uiteindelijk hebben ze, op dat moment maakten ze Genk kampioen, hè, in die ons. Hè. We hebben onszelf kampioen gemaakt. Hè. Ja, dat is waar. Bij de Nieuwen. Voilà. Goed. Mannen, merci voor... Ik hoorde dan een Genk hier zo schrijven, ik wil allemaal Brugge bedanken. En ik dacht, wil allemaal Brugge ook bedanken. Hè, met dat, ja. En dat had je niet 5 minuten even kunnen doen alsof dat je bijna had een titel had. Zwaar, hè? Zwaar. Zwaar. Yes. Mannen, merci voor alle zeven. Iedereen bedankt om te kijken en te luisteren. We gaan nog proberen hier een podcast van te maken. Geen idee of dat lukt met alle technische... Nee, zeker niet. ik zie de Ziggy al neeknikken. Dus misschien komt er nog een podcast aan met wat we hier allemaal gezegd hebben. Misschien niet, maar wij blijven alleszins bezig. Wij zijn nog met een paar grootse dingen bezig, waar we verder nog niks over kunnen zeggen. Ja, het heeft iets met een tribune te maken en bouwen. Ja. Volgende week een special met Tanja. Ja. vanuit Londen. Nee, gasten, merci. En ik ga wel heel erg bedanken. Geniet nog allemaal van elke filmpjes en alle artikels dat eraan komen, van alle geruchten. En ik zie jullie heel graag binnenkort. Merci. Ik zie jullie ook heel graag. Ja, ik zie jullie ook heel graag. Allemaal, ik zie kampioenen. Ciao, mannen. Ciao, mannen. Ciao.